Nou, omwille van de tijd zal ik vast beginnen met mijn introductie. Welkom bij de sessie waar wij het gaan hebben over de uitvoeringsaspecten van het pensioencontract. We hebben die als ondertitel meegegeven: Hoe houden we het eenvoudig? Waarom dat zo is, daar komen we dadelijk in de presentatie nog op terug. Sinds de zomer van 2019 heeft een groep medewerkers van pensioenuitvoeringsorganisaties en pensioenuitvoerders zich gebogen over het onderwerp uitvoerbaarheid van het nieuwe pensioencontract. Dat onder de vlag van de onderzoeksgroep Uitvoering van de Pensioenfederatie. Nou, in die onderzoeksgroep zijn eigenlijk bijna alle pensioenuitvoerders en uitvoeringsorganisaties betrokken. In eerste instantie hebben we in de onderzoeksgroep ons vooral gefocust op de pensioenadministratie. Later zijn we ook ingegaan op het vermogensbeheer. In mei hebben wij op verzoek van de stuurgroep een uitvoeringstoets opgesteld bij de toenliggende contouren van het pensioencontract. Nou, recent hebben wij deze geactualiseerd met de hoofdlijnnotitie van 22 juni. Op de website van de Pensioenfederatie kunnen jullie onze uitvoeringstoets terugvinden. In deze presentatie laten we alvast wat highlights daarvan zien. Een paar huishoudelijke mededelingen. Vragen die zijn welkom in de chat. Als er veel vragen zijn, dan zullen we die waarschijnlijk stellen. Vorige sessie hadden we eigenlijk ook geen tijd om goed op de vragen in te gaan. We horen jullie vragen wel heel graag. Dus zet ze in de chat en of bereik ons per mail een e-mailadres wat we aan het einde van de presentatie zullen laten zien. Dan kunnen jullie ons daar alsnog op benaderen. Nou, verder, wat dagvoorzitter Michael net aangaf, in deze sessie gelden de Chatham House Rules. Betekent dat de strekking van deze sessie die mag extern worden gedeeld zonder deelnemers met naam en toenaam te quoten. Als iemand naar aanleiding van deze sessie iets wil publiceren, verzoek dan even met ons contact op te nemen en dat kan ook via het e-mailadres wat we aan het einde nog zullen laten zien. Nog één laatste opmerking voor we de inhoud ingaan. Als je dubbelklikt op de slides die je voor je ziet, dan zie je dat deel van het scherm groter en dan kun je de slides beter zien. Nou, dan ga ik over naar de agenda. Wat gaan we doen? Drie dingen vandaag. We gaan eerst in op de vraag wat pensioenuitvoering complex maakt. Om bij de invulling van het pensioenakkoord voor jullie eigen fondsen de keuzes te kunnen maken die de pensioenuitvoering eenvoudig houden, is het belangrijk dat je eerst weet wat pensioenuitvoering nou eigenlijk complex maakt. Een eenvoudige uitvoering, een effectieve uitvoering, leidt vervolgens tot lagere uitvoeringskosten, wat uiteindelijk in het belang van de deelnemer is. Nou, daarna geven wij aan waarom wij eigenlijk heel blij zijn met het nieuwe pensioencontract. En tot slot laten we jullie zien wat de 10 aandachtspunten zijn die de onderzoeksgroep uitvoering heeft geformuleerd bij het nieuwe pensioencontract. En als je meer wilt weten over die aandachtspunten, kijk dan ook naar ons rapport wat op de website van de Pensioenfederatie staat. Volgende slide. Nog even een woord vooraf. Wij kijken in deze sessie en ook in ons rapport alleen naar de uitvoeringsaspecten van het pensioenakkoord. Dus als we zeggen dat we iets wel of geen goed idee vinden, dan zeggen we dat hier in deze context alleen vanuit uitvoeringsoogpunt. Wij zijn ons er helemaal van bewust dat er ook een heleboel andere overwegingen mee gaan spelen bij de keuzes die gemaakt gaan worden. En dat moet ook. Alleen juist om zinvol in te kunnen gaan op die uitvoeringsaspecten, laten we die dingen nu buiten beschouwing. Nou, dan wil ik graag, voor we onze uitleg gaan geven, twee stellingen met jullie doorspreken. Even kijken. Ik zie dat de nieuwe stellingen nog niet klaarstaan. Klopt dat, Mandy? Ik zie nog de uitkomsten van de vorige sessies in de polls klaarstaan. Mandy zegt jawel. Sorry, ik was weg. Dat komt toch als ik mijn scherm ververs, dan word ik uit de chat gegooid. Maar de.
Pols, die staan. Nee, ik zie ze nog niet klaarstaan. Maar dan stel ik voor dat ik eerst even over naar ga naar de inhoud. Oh, als het goed is, zien jullie de antwoorden niet. Dat is misschien antwoord op de vraag. Dan verzoek ik jullie om naar de stelling bij sessie 2 te gaan. Die gaat over, ik wil graag naar een stelsel met weinig ruimte voor maatwerk, zodat pensioenuitvoeringsorganisaties de nieuwe afspraken efficiënt kunnen implementeren en uitvoeren. Aan jullie vraag om antwoorden daarop weer te geven. Dan kijk ik wat daar voorbij komt. Nou, het beeld is een beetje wisselend. Het zijn jullie antwoorden samen met de antwoorden van de vorige sessie. Waarbij het merendeel zegt van, nou ja, een van de twee middenoplossingen. Waarbij een afweging wordt gemaakt tussen maatwerk of keuzevrijheid op individueel niveau en standaardoplossingen. Nou, ik denk dat dat ook een goed uitgangspunt geeft om de komende periode met elkaar in gesprek te gaan als sector. Hoe zorgen we ervoor dat ieder fonds, iedere pensioenregeling zijn eigen identiteit kan behouden? En hoe we tegelijkertijd ervoor gaan zorgen dat de kosten van de pensioenuitvoering beheerst kunnen worden. Dus ik zou ook iedereen die hier in de sessie zit willen uitnodigen. Ga tijdig in gesprek met je pensioenuitvoeringsorganisatie over de uitvoeringsaspecten van het pensioenakkoord. Zodat je uiteindelijk in de besluitvorming, zowel bij sociale partners als op de bestuurstafels, een goede afweging hierbij kunt maken. Dan ga ik over naar de tweede stelling. Stelling, ik verwacht dat sociale partners en pensioenfondsbesturen uitvoeringskosten een grote rol laten spelen bij de keuzes in het kader van het nieuwe pensioencontract. Even kijken. Kees-Jan, zou jij de antwoorden willen laten zien? Heel, helemaal goed. Hij zit nu bij de tweede stelling. Oké, dan zie ik een oud beeld. Even kijken. Ik zie naar stelling 1 nog in beeld. Ik zal in ieder geval mondeling toelichten welke antwoorden we hierbij in gedachten hebben. Antwoord 1 is nee. Ik verwacht van dat alle afwegingen die gemaakt gaan worden bij het nieuwe pensioencontract, de uitvoeringskosten eigenlijk helemaal onderaan gaan staan. Antwoord 2 is, ik verwacht dat de uitvoeringskosten wel mee gaan wegen, maar niet de doorslag geven. Antwoord 3 is ja, ik verwacht dat het een van de relevante criteria gaat worden. En antwoord 4 is, ik verwacht dat uitvoeringskosten een van de belangrijkste criteria gaan worden. Dus dan vraag ik nu jullie om je antwoorden daarop door te geven. Dus antwoord 1 is, ik verwacht dat het helemaal niet mee gaat wegen. En antwoord 4 is, ik verwacht dat het een van de belangrijkste punten gaat worden. En antwoord 2 en 3 daartussenin. Nou, dan zie ik overwegend als antwoord 2 voorbij komen. Dat antwoord dat geeft aan dat wij als uitvoeringsorganisaties in de komende tijd nog wat missiewerk te verrichten hebben. Ik denk dan om op lange termijn als sector succesvol te zijn, we ook met z'n allen moeten proberen de uitvoering zo efficiënt mogelijk te houden en daarmee de kosten per deelnemer laag te houden. Wij zullen als pensioenfonds uitvoeringsorganisaties ook het gesprek opzoeken met de sector, zodat we inzicht kunnen krijgen in welke keuzes er op de tafels van sociale partners en besturen liggen. En zodat jullie deze keuzes ook uiteindelijk mee kunnen wegen in de uitvoering, in de besluitvorming. En dan ga ik door naar mijn volgende slide. Ik hoop dat ik die wel in beeld ga zien. Of vooral dat jullie hem in beeld zien. Dat gaat over de vraag wat pensioenuitvoering complex maakt. Ja, misschien heel even, want is het handig dat een van de deelnemers ook even in de chat aangeeft of jullie wel de goede slides zien. Want als ik ze niet zie, is het niet zo heel erg, want ik ken het verhaal. Maar belangrijker dat jullie wel mee kunnen lezen. Slide is in zicht. Oké, nou, dan ga ik ervan uit dat het gewoon een glitch aan mijn kant is. Dat is fijn om te weten. Wat maakt pensioenuitvoering complex? Nou, vanuit de pensioenadministratie
zijn dat vier elementen. Het eerste, dat gaat over administratiesystemen. Met name afspraken die meerdere of oude administratiesystemen nodig hebben, die kosten tijd en geld om die systemen in de lucht te houden. En daarnaast zie je dat bij het in stand houden van oude regelingen, zeker op termijn de kennis over die regelingen en systemen vervaagt. En daardoor vraagt het uitvoeren meer tijd en heb je vaak ook additionele beheersmaatregelen nodig om de kans op fouten beperkt te houden. Nou, het tweede punt wat van belang is, dat is, zijn afspraken die veel en dan vooral historische deelnemersinformatie nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan afspraken die bijvoorbeeld vragen om wat we noemen een schaduwadministratie. Dus bijvoorbeeld een individuele fiscale toetsing op de pensioendatum om het pensioenniveau te kunnen toetsen. Maar denk ook aan het spreiden met geheugen of het gesloten spreiden van resultaten die over meerdere jaren worden uitgesmeerd. Dat vraagt allemaal om heel veel informatie. Het kan wel, maar al die informatie die moet worden bijgehouden en dat maakt het heel complex. Nou, het derde punt wat de uitvoering complex maakt, dat zijn de afspraken die lastig zijn uit te leggen aan deelnemers. Dat leidt namelijk tot veel vragen bij deelnemers en het leidt ook tot veel benodigde kennis bij de medewerkers van uitvoeringsorganisaties die de vragen moeten beantwoorden. En dat geheel, dat zorgt uiteindelijk in de uitvoering voor een stijging van de kosten. Nou, het laatste punt, dat gaat over reproduceerbaarheid. Een afspraak die niet eenvoudig reproduceerbaar is, die levert heel veel uitdagingen op bij het beantwoorden van vragen van deelnemers over de juistheid van het pensioen. En om die pensioenaanspraken uiteindelijk te kunnen herleiden naar de ontvangen basisgegevens. Denk bijvoorbeeld aan een quinto P beoordeling of een deelnemer die bij zijn pensionering vraagt waarom hij bijvoorbeeld in de transitie naar een nieuw pensioencontract een bepaald pensioenvermogen mee heeft gekregen. Nou, ons advies is, houd die afspraken allemaal reproduceerbaar, zodat je niet, zeker ook op lange termijn, een verhogende impact hebt op de uitvoeringskosten. Dan geef ik het stokje over aan Kees Jan, die vanuit vermogensbeheerperspectief en ook een aantal algemene punten zal toelichten. Ja, dankjewel. Ja, zojuist is ingegaan op de zaken die pensioenadministratie complex maken. En ik zal nu focussen op zaken die vermogensbeheer, vanuit een vermogensbeheerperspectief, complexiteit verhogend kunnen zijn. Ja, complexiteit in de uitvoering van vermogensbeheer heeft voor een belangrijk deel te maken met uitdagingen die kunnen optreden rondom het realiseren van de pensioenambitie. En zaken die dat kunnen bemoeilijken zijn bijvoorbeeld de mate waarin er collectief belegd kan worden. Collectief beleggen zorgt namelijk voor belangrijke schaalvoordelen waarmee de pensioenambitie eenvoudiger gerealiseerd kan worden. Daarnaast is een aspect wat complexiteit in de uitvoering beïnvloedt, zijn eventuele restricties die gesteld worden aan het aantal beleggingsmogelijkheden. Als bepaalde beleggingsmogelijkheden niet benut kunnen worden, kan daarmee het moeilijker worden om de pensioenambitie te realiseren. Tot slot, restricties die gesteld worden aan de uitvoering, daadwerkelijke uitvoering van vermogensbeheer, kunnen ook complexiteit verhogend werken. Naast complexiteit in de uitvoering wil ik ook kort ingaan op de complexiteit die kan optreden bij het uitvoeren van de vermogenstransitie van het huidige pensioencontract naar het nieuwe pensioencontract. Bij het uitvoeren van de vermogenstransitie is het belangrijk dat pensioenuitvoerders voldoende flexibiliteit hebben om de transitie op een zo efficiënt mogelijke wijze vorm te geven. Daarnaast, als in afspraken die vanuit het nieuwe pensioencontract het voorspelbaar wordt wanneer de transitie daadwerkelijk gaat plaatsvinden, kan dit ook de transitie moeilijker maken. Alle pensioenuitvoerders zullen er natuurlijk naar streven om de marktimpact die bij een dergelijke transitie veroorzaakt kan worden, zo klein mogelijk te houden. Met name flexibiliteit en de mate waarin de voorspelbaarheid zijn zaken die dat eventueel kunnen bemoeilijken. Tot nu toe hebben Josje en ik zijn we ingegaan op een theoretisch kader wat over zaken die complexiteit verhoogd kunnen zijn, zowel op het gebied van pensioenadministratie als ook op het gebied van vermogensbeheer. Nu wil ik met u de overstap maken naar onze visie op het nieuwe pensioencontract. Ik ga heel even naar de volgende slide. En allereerst willen wij aangeven dat wij als onderzoeksgroep
blij zijn met het nieuwe pensioencontract en dat we hier diverse positieve elementen in zien. Vanuit de pensioenadministratie zien wij met de wetsverbeterde premieregeling en het nieuwe pensioencontract twee gelijkwaardige contracten ontstaan met soortgelijke uitvoeringsovereenkomsten. Meer dan nu het geval is met het DB en het DC-systeem. Daarnaast zien we de kans om systemen opnieuw ingericht kunnen worden en dat we oude regelingen kunnen opschonen. Vanuit het uitvoeren van vermogensbeheer blijft collectief beleggersbeleid en de uitvoering daarvan nog steeds mogelijk. En zoals ik net al eerder aangaf, dat is een belangrijk element wat invloed is op de mate van complexiteit voor de uitvoering. Daarnaast blijft in het nieuwe pensioencontract het mogelijk, of is er ruimte in het nieuwe pensioencontract voor een eigen invulling van pensioen van vermogensbeheer. En dat zorgt er ook voor dat iedereen op zijn eigen manier zijn pensioencontract of zijn pensioenambitie kan realiseren. Naast positieve elementen hebben wij ook een aantal aandachtspunten. En die wil ik nu achtereenvolgens met u langslopen. De 10 belangrijkste aandachtspunten van de onderzoeksgroep zijn: besteed bij de keuze voor de rekenmethodiek bij invaar en compensatie aandacht aan de uitlegbaarheid en de reproduceerbaarheid van pensioen. Daarnaast, bij het spreiden van schokken, is een systeem met geheugen complexiteit verhogend. Bij het uitvoeren van de vermogenstransitie moet er voor gezorgd worden dat dit gebeurt met zo min mogelijk impact op financiële markten. Een overgangsregime kan hierbij een oplossing bieden. Invaren heeft vanuit een uitvoeringsperspectief de voorkeur. En daarbij geven we aan dat als het mogelijk is om oude systemen af te sluiten, dan kunnen we ook met een schone lei beginnen. Naast deze 4 ga ik nu naar de volgende slide. Verbetervoorstellen, naar aanleiding van de evaluatie van de bestaande wet verbeterde premieregeling. Daarmee kunnen we uitvoeringstechnische knelpunten oplossen, zodat er een volwaardig alternatief ontstaat tussen het nieuwe pensioencontract en daarnaast de wet verbeterde premieregeling. Biedt na transitie maximaal 2 jaar mogelijkheid tot nazorg. Dus dat is een tijdsaspect wat we daar aangeven. Daarnaast een tweede tijdsaspect wat we willen aangeven in onze aandachtspunten, is dat pensioenuitvoerders over het algemeen minimaal 2 jaar na besluitvorming nodig hebben om zichzelf voor te bereiden op het nieuwe pensioencontract. En dit speelt vooral bij pensioenadministratie en deelnemerscommunicatie. We adviseren om tijdelijk waardeoverdrachten op te schorten tot 1-1-2026... vanwege de verschillen die kunnen ontstaan tussen fondsen die wel of al niet zijn overgegaan. Een 9e punt is: hou de toekenningsperiode voor compensatie kort en voor alle pensioenuitvoerders gelijk. En het tiende en laatste punt is: gelijktijdige uitvoering van een vlakke en een progressieve premiestaffels is binnen een fonds complex, complexiteit verhogend. Dit waren de 10 belangrijkste punten vanuit de onderzoeksgroep. We hebben natuurlijk in onze uitvoeringstoets nog meer detailistische punten, maar dit waren de 10 belangrijkste. Met de behandeling van deze 10 aandachtspunten wil ik eigenlijk naar de volgende stap gaan. En dan wil ik even een korte samenvatting maken wat we tot nu toe hebben besproken. We hebben gesproken over wat pensioenuitvoering in zijn algemeenheid complex maakt. We hebben gesproken over de zaken waar wij als onderzoeksgroep blij mee zijn ten aanzien van het nieuwe pensioencontract. En we hebben de 10 aandachtspunten van de onderzoeksgroep doorgesproken. Nu willen we voorstellen om naar de laatste stelling te gaan. Ik moet heel even de laatste stelling op papier zetten. En de laatste stelling luidt: ik heb er vertrouwen in dat de pensioenuitvoeringsorganisaties alle wijzigingen als gevolg van het pensioenakkoord goed en op tijd kunnen doorvoeren. Hier is wederom een verschillende antwoordmogelijkheden, waarbij aan de ene kant antwoordmogelijkheden zijn waarbij zekerheid wordt gegeven dat het gaat lukken, en in andere gevallen juist dat er wat meer onzekerheid is. Ik wil nu vragen of u daar het antwoord op wil geven. Ik zie dat er al volop wordt gestemd.
Ik zie dat de antwoorden eigenlijk behoorlijk verschillen. We zien dat er een groot aantal mensen, 30% van de stemmen, zegt dat de verwachting is dat de sector op tijd klaar is, maar dat er wel met tijdelijke oplossingen verwerkt moet worden. Ik zie hem nog iets verschuiven. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat sommigen op tijd klaar zullen zijn. Dus er is niet een breed beeld dat er vertrouwen is, dat er vertrouwen is dat de pensioenuitvoeringsorganisaties op tijd klaar zullen zijn. Het is dus voor de pensioenuitvoeringsorganisaties van belang om de verwachtingen waar te gaan maken en zich optimaal in te zetten om deze ambitie met elkaar neer te zetten. Met deze laatste stelling wil ik u bedanken voor uw aandacht. En mochten er nog vragen of suggesties zijn voor de onderzoeksgroep, dan kunt u zich richten tot Marcel van der Grift van de Pensioenfederatie. Ik heb nog even op de laatste slide heb ik ook zijn e-mailadres neergezet, zodat u daar eventuele vragen toe kunt richten. Dus nogmaals, bedankt voor uw aandacht en tot ziens. Dank allemaal. Even te kijken, wij moesten inderdaad ook om 2:30 afsluiten. Ik zie een aantal vragen op de chat binnenkomen. En mochten de mensen die vragen voor ons hebben, stel ze dan even via de mail. Want omwille van de tijd moeten we ook dadelijk weer door naar de volgende sessie. Dus wel dank voor jullie vragen.